Martine Emmerichs, waar ben je? Wat doe je hier? Ja, waar zijn we? Hier, voor de affiche van de Grote Slijmfilm. Een Nederlandse jeugdfilm waar ik een rol in heb gespeeld. Dus voilà, het is première vandaag. Ik heb de film zelf nog niet gezien, dus ik ben benieuwd. Welke rol speel jij? Ik speel de mama van de beste vriendin van Bibi. Bibi is het hoofdpersonage, een meisje die heel gekend is in Nederland en blijkbaar hier ook bij de Vlaamse jeugd. En voilà, ik speel de strenge mama van haar beste vriendin. Strenge mama? Ja, strenge mama. Zo ben ik, hè. Ja, ben jij zo? Ja? Nee, totaal niet. Ligt heel ver weg van wie ik zelf ben. Maar het was wel leuk om te spelen, ja. Hoe zijn de Nederlanders bij jou terechtgekomen? Ik heb geen idee hoe de Nederlanders bij mij zijn terechtgekomen. Ik vermoed het is een beetje een Vlaams-Nederlandse co-productie. Dus ze zullen een paar Vlaamse acteurs nodig hebben gehad. En, ik heb casting gedaan met mijn iPhone. Zo gaat dat tegenwoordig. Hè. Dan moet je zo zelf tapes maken. En voilà, dan, ze vonden het goed, denk ik. Dus werd ik daar gedropt in de Nederlandse scene. De vreemde eend in de bijt was ik. Was het zo? Ja, het is toch wel grappig. Ik kom toch wel in een totaal andere omgeving terecht. En het was leuk hoor, het was absoluut leuk. Maar het is, ja, dan merk je toch hoe gewoon je bent aan zo de Vlaamse manier van werken in Nederland. Is, het Nederlandse enthousiasme was zeker aanwezig, maar het moest ook allemaal goed vooruit gaan. Zo. Het was op een korte periode gedraaid. Dus het was goed pittig doorwerken. Ja. Heb jij thuis iemand rondlopen die fanatiek bezig is met YouTube? Ik heb 4 zonen, dus ik heb, mijn oudste zonen zijn wel bezig met YouTube, maar de wereld van de slijm, die kennen wij niet. Ik denk dat dat toch meer iets is waar de meisjes mee bezig zijn, als ik dat mag zeggen, maar daar was ik nog niet mee in aanraking gekomen. Dus, Jij persoonlijk in jouw jeugd ook niet? Volgens mij bestond dat niet toen ik jong was. Ik ben al wat ouder, hè. Ik kan me dat niet meer herinneren dat ik ooit met slijm gespeeld heb. Misschien was het er, maar nee, ik denk het niet. Nee. En nu dus wel? Nu heb ik meer slijm gezien dan me lief was. Veel slijm over je heen gekregen trouwens. Ja, slijm over me heen gekregen, maar daar gaan we niet te veel over uitweiden. Dan moet je gewoon gaan kijken naar de film. Tine, waar ben jij voor de rest mee bezig? Ik ben momenteel op tour met een liedjesprogramma, Jukebox 2020. En, dat is een levende jukebox. En binnenkort begin ik met opnames voor een Vlaamse jeugdfilm. En dan komt er ook nog een tweede seizoen van Goed Verlof. Dus ik weet wat doen. En ligt jouw vakantie voor dit jaar al vast? Ja, mijn vakantie ligt al vast. Toch, het is te zeggen, niet helemaal. Met de helft van mijn gezin. Ik moet soms keuzes maken. En ik heb gedacht, voor mijn oudste zoon het huis uit is, wil ik nog 1 keer een grote reis met hem maken. En wij gaan met onze grote kinderen naar Thailand. En de kleintjes, die moeten thuis blijven. Maar die zijn ook nog heel klein en die hebben later nog kans in overvloed. Ja, het is daar. Daar gaan we ook nog veel mee reizen.